Het was een hamerstuk. Budget beschikbaar stellen voor de taalschool anderstaligen. En toch is het een ontzettend belangrijk besluit geweest waar Meppel gelukkig mee voorop loopt. Kinderen uit Oekraïne, asielzoekers, statushouders hebben recht op school, hebben recht op lessen. Maar tot nu toe wordt het verdeeld over verschillende scholen en dat geeft problemen. Problemen voor de kinderen, problemen voor de leerkrachten die bijna niet te krijgen zijn en ruimteproblemen. Er wordt nu een vleugel gehuurd van een grote school en daar worden de lessen gegeven. Zijn de kinderen mooi bij elkaar, ze kunnen elkaars taal spreken, ze leren Nederlands. Personeel kan elkaar vervangen wanneer ze ziek zijn. En ik weet dat veel gemeentes jaloers op deze ontwikkeling zijn. Daar zijn wij blij mee en trots op.